ja, wat zal het zijn, 20 seconden. Heb je mooie foto's? Ja, tof. We staan er goed op. Lekker. Nou, Prinsjesdag 2021. We hadden natuurlijk gehoopt dat het allemaal weer gewoon kon zijn, normaal kon zijn zonder al die coronamaatregelen. Maar ik sta hier dus voor de Grote Kerk in Den Haag. En het is helemaal afgebakend. Heel het gebied, zwarte schermen, allemaal politiemensen. Om allemaal te voorkomen dat er niemand gaat gluren. Nou, wij wachten dus hier straks op alle politici natuurlijk. En ik wacht vooral op de koning en de koningin. En Constantijn en Laurentien, want die zijn er natuurlijk ook weer bij. Ze zijn er in ieder geval op tijd, want het is nu 11:30 en de koning komt aan om 11:50. Dus gelukkig heb ik bammetjes mee en wat water. Zoals je ziet, het is helemaal afgesloten. Er is gewoon helemaal niemand, dus het is toch een beetje een saaie bedoeling eigenlijk vandaag. We gaan even omlopen. Hoi, hoi. Goedemiddag. Ja, er kwamen al wat toppers aan, maar kijk, die mogen hier natuurlijk niet naar binnen, dus die moeten helemaal omlopen. Worden ze ontvangen door alle vaderlandse pers om ze het hemd van het lijf te vragen natuurlijk. En collega Maxime Hartman, die staat er ook, gaat lollies uitdelen. Gas op de lolly. Wil je een lolly? Wat moet ik hiermee doen eigenlijk? Opvreten. Wat is dit voor iets? Opvreten. Gas op die lolly. Tempo maken moeten ze. Gas met die formatie natuurlijk, maar ook zaterdag mogen we helemaal los, dus gas op die lolly. Lolly. Ja, wat natuurlijk altijd grappig is, is dat de lichte rode loper, die moet natuurlijk helemaal kakelvers zijn voor het koningspaar. Want je moet natuurlijk geen vieze vlekken hebben, hè, op de rode loper voor het koningspaar. Ik moest dus even naar de wc. Dat moest daar binnen. Maar goed, toen liep ik binnen, toen zag ik zo de troons waarop de koning en de koningin gaan zitten. Dus toen moest ik toch even stiekem naar binnen. Heel illegaal, ik werd gelijk weer teruggeroepen. Maar goed, ik heb het toch even gezien. En nu ga ik weer braaf terug naar mijn plekje. Ja, en hoe oppervlakkig misschien ook. Elk jaar is natuurlijk de vraag, wat heeft de koningin aan? Ze heeft natuurlijk wel in de loop van de jaren heel veel mooie aangehad. Een van mijn lievelings, kan ik toch wel zeggen, is die van 2015. Toen had ze een hele mooie aan van Jan Tomino. Nou, dat was geïnspireerd op de Japanse kamer van Paleis Huis Den Bosch. Een beetje dezelfde kleur als het andere. Nou, Constantijn en Laurentien zijn binnen. Wat vond je ervan? Vreemd. Fantastisch, ja. Echt prachtig om te zien. Nou, op koninklijk gebied is het natuurlijk eigenlijk gewoon een hele saaie dag, zou je bijna kunnen zeggen. Geen balkonscène, geen rijtour. Nou, en ook natuurlijk gewoon geen gouden koets. En geen glazen koets. Want ze komen gewoon met de auto. Ze stappen uit. Nou, we zien eigenlijk maar een heel kort fragment van het koningspaar. Maar goed, of ze met de auto gaan blijven komen voor Prinsjesdag, dat is natuurlijk de vraag. Ja, het zou wel leuk zijn, hè? Gewoon de glazen koets weer. Wat ik altijd zo grappig vind, de troonrede, die spreekt de koning uit. En de koningin die zit daar maar een beetje naast. Ik vind dat altijd wel vrij knap hoe ze doet, want nou ja, je moet niet de hele tijd naar de koning kijken. Je kan ook geen kamerleden aankijken. Je kan niet te serieus kijken, niet te bedroefd. Niet heel erg gaan lachen natuurlijk, dus het is een vrij neutraal gezicht. Ja, en weet je wat leuk is? Volgend jaar is dus prinses Amalia er voor het eerst bij. Nou, dat wordt natuurlijk wel een mooi historisch moment, dus daar heb ik al zin in. Maar voor nu is het alleen Willem-Alexander en Maxima en Constantijn en Laurentien. Oh. Oeh. Kijk. We zijn binnen, 2 uur gewacht, 3 uur gewacht voor, 20 seconden. Heb je mooie foto's? Ja, tof, we staan er goed op. Lekker. Ja, nou, dan gaan we nu luisteren naar de troonrede. Weg en iedereen gaat hier ook gelijk weg. Dus nou, ik hoop dat het volgend jaar gewoon weer normaal is, want dit is leuk, maar het kan leuker. Het kan echt leuker. Dit was een 9, kan een 10 zijn.